vandaag in de Bijenkorf en heel stom, ik ben mijn camera vergeten, dus ik moet nu filmen met mijn iPhone. Ik heb vandaag mijn allereerste signeersessie ever. De allereerste. En hierachter zie je al het bord en hier... Kijk hier! Yay! Hier zie je alle boeken. Dus ik vind het super leuk. Ik hoop dat jullie allemaal komen en dat ik jullie kan ontmoeten. En ja, het is spannend allemaal. Kriebels! Dit zijn onze aanzichtkaarten, die liggen ook al klaar. En Marit, ben je er klaar voor? Zeker weten. Ik ook wel. En dit wordt nog van dichtbij. Jij, Lina is de eerste. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik ben heel benieuwd. Hebben we hem hier gesigneerd zo? Oeh, de allereerste. Dat vind ik heel leuk. En je vond het ook leuk? Ik vind het heel leuk. Echt een aanrader. Kun je lezen? Yay. Goedemorgen allemaal. Ik ben vandaag met mijn grote liefde bij koffietijd. Yay. Yay. En het was heel veel stress, want we konden het niet vinden. En het is een live uitzending, dus dat is niet heel handig als je laat bent. Maar mijn held heeft het gevonden. Want ik heb geen rijbewijs, dus ik kan nergens naartoe rijden. Wat in dit moment in mijn leven heel onhandig is. Heel onhandig. Dus wij lopen nu naar binnen bij koffietijd. Het is een hele mooie villa in Eemnes, waar ik nog nooit was geweest. Als het goed is, moeten we hier zijn, toch? Witte deur. Ik denk hier beneden. Spannend. Ja, ik denk hier. We gaan nu naar binnen. We kijken stiekem Dr. Phil. Wie is nog meer fan van Dr. Phil? Ik ben echt fan. Ik zeg het nu op film. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Het is zo grappig. Misty, het is een affaire. Drama. Ik zit in de make-up bij Bianca. Bianca, toch? Ja. En we gaan even een kleine touch-up doen. Ik moest het er zelf al een beetje opbrengen, hadden ze gezegd. Dus ik denk dat ik een mini touch-up krijg. Weet ik niet. We gaan het zo zien. Nu de foto maken in de grote koffietijd. Mok, kop. Kijk, ga er nu in. Ah. Kijk, dit is die mok. Yay! Dit is weer het bekende, ik doe net of ik vlog en ze maken een fotoshot. Ja. Hier zo. Hoi. Ja? Bedankt. Okay. Ja. Kijk hoe leuk. Dit is de foto die we net maakten. Dus hij staat er nu al op. Ze zijn heel snel bij koffietijd. Dankjewel. Kijk, het eten wordt dus ook echt opgegeten. Oh ja. Yum. Nee, ik heb jou niet op film. De balletjes en de gezonde pizza. Gezonde balletjes. Oh echt? Nee. Zo, koffietijd zit erop. Was heel leuk om te doen. Ik vond het zo leuk. Ik heb wel heel veel make-up op dit moment. En ik heb nog twee dingen vandaag. Het is echt een hele drukke dag. Ik moet hierna een lezing geven in Amsterdam voor de Nationale Dag van de Communicatie. En dan heb ik de boeklancering van Serena. En dan heb ik heel erg leuk die shopavond met H&M, waar je de
shoppen en drankjes kan doen en met mij kan knuffelen en foto en praten en zo. En ik geef daar ook nog een workshop, dus het is echt wel een pittige, heftige dag. Maar ik vond dit heel leuk om te doen, koffietijd. Hoe vond jij het, liefie? Heel leuk. Heel leuk. En we hebben dus, dit is even, we hebben een divorce in de auto. We hebben een bord dat nog mee moest doen, dus het zit echt letterlijk tussen ons in. Weggaat. Oké, oh my god jongens, ik heb net iets zoiets leuks gehoord. Ik wil jullie echt niet de hele tijd stalken met mijn boek, dus sorry als ik dat doe, maar ik ben er gewoon zo blij mee. Maar hij is net binnengekomen in de bestsellerlijst. Er is één bestsellerlijst in Nederland en die komt elke week uit. En hij is gewoon, dat is een bestseller top 60. En hij is gewoon binnengekomen op nummer 26. En ik ben zo excited dat ik nu op dit moment hier zou kunnen gillen als er niet mensen om me heen zouden staan. En ik wil ook niet gewoon jullie de hele tijd met het boek stalken, maar het is gewoon... I'm so happy en ik ben zo extreem bruin, zie ik nu, door die make-up. Ik ben normaal echt heel wit van mezelf. Oké, ik ga nu op naar de lezing voor 200 mensen of zo. Koffietijd net dus gehad en... Ja, dat moest ik toch even delen. I'm sorry, maar ik ben zo excited. Kijk hoe leuk! Ik ben bij de lezing. Nou ja, nog niet. Hi! Hey. En hebben jullie er zin in? Ja! Succesvolle vrouwelijke social entrepreneurs op dit moment. Ze heeft een grote website, Ensemble. Daar gaat ze zo meteen heel veel verhalen over vertellen. Dus ik wil graag een warm applaus voor jullie voor Anna en Lucie. Wat ik graag wil vertellen is dat ik heel erg blij ben met mijn boek en ook heel erg trots. En het is niet dat ik al vanaf kleins af aan een boek wilde maken. Ik wist eigenlijk niet zo goed. Oh mensen, deze dag. Ik ben nu echt net teruggesprint van Serena haar lancering. Good job Serena, yay! Gefeliciteerd met je boek. En... ik loop nu naar buiten en mijn chauffeur staat er al om mij naar H&M te brengen in Rotterdam. En hij staat hier voor de deur, dus ik ga nu even snel erheen voordat hij weer moet wachten. Oh, ik ben bij H&M eindelijk. Ik heb 2 uur in de auto gezeten en style advisor Jolijn. Jolijn, hè? Klopt. Ja, die heeft wat opties voor me en Marit heeft wat opties voor me. Die kennen jullie natuurlijk van de vlogs. En even kort wat we hier vanavond gaan doen. Ik heb een workshop, dus ik ga aan mensen die zich hebben ingeschreven, ga ik allemaal dingen vertellen over bloggen en over mijn site en over nou ja, YouTube en alles. En ondertussen gaan we ook boeken signeren en met jullie op de foto en zo, wat ik heel leuk vind. Dus we gaan nu even de kledingopties die hier hangen, die gaan we even doornemen. Kijken wat ik aantrek. Oké, dan gaan we weer. Outfit stress. Optie nummer 1. Deze jurk met die blote rug, heel leuk. Ik vond het wel heel schattig. Het doet me een beetje denken aan een tennisjurkje. En ik vind het wel leuk dat hij zakken heeft. Maar we hebben ook hele toffe jumpsuits. En eigenlijk wil ik dan alles hebben. Dus ik ga nu even die jumpsuit proberen. Oké, dit is de tweede optie. Maar ik vind dit denk ik net iets te formal of zo. Het is gewoon een jumpsuit. Ook wel weer een hele mooie rug. Oké, uiteindelijk gaan we voor deze outfit een jumpsuit met een mooie open rug. En een t-shirt eronder, omdat het anders iets te heftig was. En een wat langere oorbel. Zo. Dus oké, ik ga nu naar mijn workshop. Oké, nu zijn we beneden. De lezing is geweest. Kijk, en hier liggen alle boeken. En onze kaarten. En hier is het hoekje, geef niet, waar ik ga zitten. Oh, en het boek. Dat kunnen mensen nu meenemen. En dat grote ding. Dat is heel leuk. Ik kom net thuis, de hele avond van H&M en van alles. En Danny heeft voor mij gekookt. I love it. Ja, dit licht is heel slecht, sorry. Pasta met kip en asperges en het luik ruikt echt heel lekker. Yum. Of het lekker is, tweede. Het is lekker. Ik sluit bij deze ook vandaag eventjes af. Heel erg bedankt voor het kijken en iedereen die bij H&M was echt
zo leuk om jullie te ontmoeten. Zo'n eer dat jullie dan allemaal daarheen komen. En ik had echt nog urenlang met iedereen kunnen kletsen. Maar ik werd op mijn kop getikt, dus ik moest opschieten. Maar ik sluit hem voor vanavond af. En dan zie ik jullie later deze week weer. En sowieso heel erg bedankt voor het kijken. Dankjewel. Hi. Oh, hi. Er komt net iemand aan. Ik wilde net vloggen, maar dan wacht ik even. Goedenavond allemaal. Ik ben bij de Beauty Gloss Party. Het is de eerste avond. En iedereen is zo lief en iedereen wil op de foto. En ik zei nog tegen Masha, nou, niemand wil met mij op de foto hoor. Dat is echt niet... Maar ze zei, jawel, jawel. En het is zo, het is heel lief. Het is echt heel leuk. Ik ga vanavond de Best Dressed Award uitreiken. Ik ben weer mijn camera vergeten thuis. Ik blame het even op alle chaotische dingetjes. Dus het moet weer met de iPhone. Het spijt me echt voor deze crap beelden. Ik ga morgen mijn camera meenemen. En vanavond film ik gewoon leuke stukjes. En de beste outfit natuurlijk. Hoe dit ligt. Hoe cool deze rij voor Masha voor de foto. Hoe leuk. Kijk hoe leuk. Zij heeft mijn boek. Van de avond. Ik ben heel trots op jou, Mas. Dankjewel. Even cheesy. Voel je goed? Ja, ik voel me goed. Ja, ja, ze is echt blij. Een bikkel. 3 dagen al. Ja, maar het is ook zo leuk. Het is zo leuk. En ze zijn zo lief. Ze zijn lief, hè? En het is echt bizar dat ik het nu van dichtbij mag meemaken. Ja, zo, het zit er weer op. Ik loop in de regen. Het regent keihard. Loop ik vanaf de Beauty Gloss Party, jeetje, naar huis. Sorry voor echt deze crap kwaliteit, jongens, maar... Ik heb dus helemaal gefaald met de camera en zo. En alles was op, een SD-kaart en alles was vol. En het regent heel hard nu, oh my god. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik vond het echt te gek. Ik ben heel trots op Masha. En